scheelt je heel veel editwerk wanneer je een goede make-up artiest hebt. En waar jij van tevoren af en toe kan denken, nou, dat is toch zo vanzelfsprekend, kan het zomaar zijn dat andere teamleden daar een heel ander idee over hebben. En hou ook vooral je ogen open voor mensen die niet per se gecast zijn als model. Wat voor mijn werk belangrijk is, is dat wanneer de klant eventueel heel ver inzoomt, dat er nog steeds poriën te zien zijn en haartjes te zien zijn. Dus weet in ieder geval dat je geen fotovakschool hoeft te doen om deze tak van fotografie te gaan doen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Fotopraat. Het programma waarin ik in gesprek ga met andere fotografen. In de eerste aflevering van deze serie hebben we het gehad over dronefotografie. In de vorige aflevering ging het over lange sluitertijd fotografie. En deze keer gaan we iets heel anders doen. We gaan kijken naar beauty en fashion fotografie. En dat doen we deze keer online. En aan de andere kant zit Imke Klaar, een beauty en fashion fotografe. Welkom Imke. Dankjewel. Leuk dat je me hier uitgenodigd hebt. Ja, geen dank. Ik zou zeggen, ja, stel jezelf even voor aan iedereen die dit gaat kijken. Ik ben Imke. Ik ben beauty en fashion fotografe. En daarnaast mag ik workshops en cursussen geven via de Roy Fotografie. Wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En wat, je zit echt in de beauty en fashion fotografie. Zou je daar kort iets over kunnen vertellen hoe je daar ingerold bent en hoe je überhaupt gestart bent met fotografie? Ik ben een paar jaar geleden eigenlijk als hobbyfotograaf gestart samen met mijn vriend. En ik kwam er al snel achter dat wanneer we naar natuurgebieden gingen, dat hij vooral plantjes aan het fotograferen was en ik vooral hem aan het fotograferen was. Dus ik kwam er snel achter dat mensenfotografie in ieder geval helemaal mijn ding was. En toen ben ik eigenlijk op een zoektocht gegaan van welke stijl fotografie vind ik nou zelf het allerleukste om te zien eigenlijk. En ja, toen kwam ik echt een beetje achter dat deze beauty en fashion kant was. Daar heb je namelijk heel veel creatieve mogelijkheden en vrijheden. Ja, en daar hou ik van. Als we even in het algemeen naar beauty en fashion fotografie kijken. Het wordt vaak bij elkaar genoemd, beauty en fashion fotografie. Zou je kunnen uitleggen wat het precies inhoudt? Nou, het wordt vaak samengenoemd omdat het ook voor een deel overlapt. Maar het is eigenlijk het verschil van gaat het vooral om het hoofd en de styling die daar gebeurt of gaat het vooral om de kleding? Bijvoorbeeld hier aan de linkerkant heb je echt een foto die gaat om het haar, die gaat om hoe ze kijkt, die gaat echt om het gezicht. En rechts heb je een foto waar de kleding beweegt, de zij beweegt, waar het echt heel duidelijk juist om de kleding gaat ten opzichte van de linkerfoto. Dus dat is eigenlijk het voornaamste verschil, dat het bij beauty daar vooral om het gezicht en het haar en de make-up gaat en de sieraden. En bij fashion vooral om de kleding. Ja, dus in principe als je zo'n foto maakt, dan valt in principe of in het genre beautyfotografie of in fashionfotografie, afhankelijk van waar de nadruk eigenlijk op geplaatst wordt. Klopt. Zoals hier gaat het echt om de kleding. Hij staat er wel op, maar het gaat echt om wat hij aan heeft. Maar wanneer je de echte beauty kant op gaat, dan ga je het hebben over close-ups. En dan gaat het echt om de producten die daar te zien zijn vaak. Wat is het wat jou zo interesseert in dit fotografie-genre en waarom niet iets anders? Dit genre zelf interesseert me ontzettend, omdat je eigenlijk samen met een team gaat voor dat perfecte beeld. En alles moet samenkomen als een grote puzzelstuk. De styling, de kleding, de make-up. En als er iets net niet helemaal past, dan wordt het gewoon net een minder sterke foto. Maar wanneer alles precies samenkomt, dat gevoel dat wanneer je met je team echt iets gaafs neergezet hebt, dat is gewoon echt fantastisch. Ja, dus er zit wel een stukje voorbereiding aan vast, voordat uiteindelijk de echte shoot gaat plaatsvinden. Zeker. Ja. Waar hou jij inspiratie vandaan? Want je kan ook binnen dit genre natuurlijk heel veel verschillende kanten op. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, absoluut. Ik haal mijn inspiratie van heel veel plaatsen eigenlijk. Ik ben eigenlijk de hele dag op zoek naar inspiratie. En dat kan verschillen van andere fotografen in het genre of andere fotografen die juist iets heel anders doen. Maar niet alleen fotografen, maar ook andere dingen inspireren mij. Dan kun je denken aan films, hoe bijvoorbeeld het kleurgebruik in films gedaan is. Dan kun je kijken naar kunst. Dan kun je kijken naar materialen, kijken of je daar iets tofs mee kan. Dus het is echt van alles. Een groot onderdeel van mijn inspiratie is ook wel het werken in teams. Want het voordeel daarvan is dat je niet alles in je eentje hoeft te bedenken. Je kunt gewoon eigenlijk bouwen op de creativiteit van je teamgenoten. Ja, en dat ja, ik denk, kan me heel goed voorstellen als je een goed team bij elkaar hebt staan, dat het elkaar enorm kan versterken. Absoluut. Ja, Ja. zeker. En je krijgt ook, als je met meerdere teamleden werkt, op een gegeven moment een vast team wat gewoon ijzersterk is samen. Ja, heel leuk om te horen. Ja, we gaan even verder naar het volgende onderdeel. En deze foto. Interviewserie is niet zo heel erg bedoeld om het heel technisch te maken. We willen vooral mensen inspireren hiermee om ja, foto's te laten zien en het verhaal achter een fotograaf of fotografen horen. Maar toch is er altijd wel wat interesse in ja, apparatuur en instellingen. Dus ja, wat heb jij nodig eigenlijk bij dit fotografiegenre? En om te beginnen met ja, wat voor objectief fotografeer jij bijvoorbeeld? Mijn fashionfotografie fotografeer ik vaak met een 24-70 lens. Mijn beautyfotografie vaak met mijn 70-200. Maar een 70-200 die heeft een minimale afstand nodig om scherp te kunnen stellen. En soms wil ik gewoon dichterbij dan dat. Dus mijn favoriete lens is eigenlijk toch wel mijn 200 mm macro lens. Dus misschien een, ja, een verrassende keuze, denk ik. Althans, als je dat iemand zou vertellen. Je zou toch eerder denken misschien aan iets aan een zoomlens, maar niet zo snel een macro-lens. Maar ja, dat zijn denk ik wel, dan kun je dit soort beelden denk ik maken, zoals je hier ziet. Ja, Dus zeker. het levert wel hele fraaie plaatjes op. Nou, dit ziet er ook natuurlijk schitterend uit. Ja, Zit hier... dat kan natuurlijk alleen met die macrolens. Ja, en zit hieronder in deze foto iets van een reflectie of is dat gewoon een deel? Ja, deze is van dezelfde shoot dat we het model in het water gelegd hadden in de achtertuin. Dus je ziet inderdaad de reflectie van het oog. Dit is in het water en er drijft ook wat lavendel in de voorgrond. En we hebben een paars doekje in de voorgrond gehouden, zodat je een soort ja, paarse waas krijgt onderin de foto. Dus dat klopt. Ja, het geeft een heel erg mooi effect. Het is een hele mooie foto is dit geworden. Dankjewel. Nou, beauty en fashion fotografie. Je hebt met heel veel fotoshoots te maken. En ja, je maakt gebruik ook van flitslicht daarvoor. Absoluut. Ja, wat voor flitsers gebruik jij en wat voor studioapparatuur? Ik ben een beetje een verzamelaar met studioapparatuur. En ik ben helemaal gek op mijn Profoto flitsers. Ik heb D2 flitsers, die zijn echt fantastisch wanneer je bijvoorbeeld beweging zou willen bevriezen, omdat de flitsduur ontzettend snel is. En daarnaast heb ik nog B10 flitsers, ook van Profoto. Voordeel daarvan is dat ze ook met een accu te gebruiken zijn, wat betekent dat ik ze op locatie mee kan nemen en een behoorlijk sterke flitser op locatie heb eigenlijk. Ja, en ja, beauty en fashion fotografie zonder flits. Is dat mogelijk, denk jij? Absoluut. Er zijn best wel heel veel fotografen die zich zelfs gespecialiseerd hebben in natuurlijk licht, beauty en fashion fotografie. En vaak zijn dat wat minder dramatische beelden, wat meer light and airy. Maar ja, absoluut mogelijk. Sterker nog, kan ontzettend mooi zijn. Ja, het enige waar je denk ik rekening mee moet houden is dat je natuurlijk afhankelijk bent van ja, het natuurlijke licht. Dus ook hoe het Absoluut. zonlicht is. Dus ja, dat is natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Dat je daar ja, dat niet volledig in de hand hebt. En daar heb je net wat meer controle over op het moment dat je met flitsers werkt natuurlijk.
Ja, en je zou bijvoorbeeld ook flitsers kunnen inzetten op grauwe dagen, juist om dat natuurlijke licht te simuleren. Als je het niet hebt, dan kun je het eigenlijk maken. Zolang je maar weet hoe licht werkt en hoe je licht kunt controleren en manipuleren, kun je eigenlijk ontzettend veel met natuurlijk licht en met flitslicht. Nou, heel leuk om te horen. Een afsluitende vraag over ja, apparatuur, eigenlijk meer op accessoires gericht. Want ja, los van de flitsers, als je met flitsers gaat werken, dan heb je ook weer een heel scala aan accessoires wat je kunt gaan gebruiken. Heb je daar een favoriet in? Oeh, dat is een hele leuke vraag. Maar mijn favoriete accessoires die wisselen eigenlijk een beetje per shoot. Maar iedere keer komt toch wel een beetje mijn beauty dish terug. Dat is een lichtvormer die niet heel zacht licht geeft, maar ook niet heel hard licht geeft. Er een beetje tussenin zit. En ja, het beauty dish klinkt al alsof het vaak gebruikt wordt voor beauty. En dat is ook zo. Daarnaast werk ik ontzettend graag met kleurtjes, kleurengels. Dus ja, die kunnen ook niet ontbreken in mijn studio. Nou, veel gebruikte accessoires dus. Jazeker. Ja. Oké. Nou, ik ben verder, ja, op je website heb ik uiteraard naar je foto's gekeken. En op je Instagram-account komen ook heel veel mooie foto's langs. En nou, soms kom ik foto's tegen waarvan ik ja, enorm veel creativiteit zie ik daarin terug. Waarvan ik sowieso al afvraag van hoe kom je op het idee? Ik kan me ook voorstellen dat er ja, foto's tussen zitten waarbij fotografen die niets met dit fotografiegenre hebben en misschien iets heel anders doen als ze denken van nou, wat een aparte foto. Om een voorbeeld te noemen, je hebt een fotoshoot gedaan waarbij ja, rondom de ogen soort van hoekjes geplaatst waren, gekleurde hoekjes. Zag er bijzonder creatief uit. Ja, kan je daar iets meer over vertellen over deze shoot en hoe je op het idee gekomen bent, wat het idee erachter is? Jazeker. Dit is een serie die is gemaakt tijdens een testshoot, waar we eigenlijk met z'n allen samenkomen en vooral creatief, leuk, mooi werk maken, gewoon voor de sake of it. En deze shoot die is geïnspireerd, nou ja, misschien hebben sommige mensen het al wel geraden, maar op de schilder Mondriaan. Met de zwarte lijnen en de grote vlakken. En we dachten, we kunnen eens kijken of we daar iets fashion- en beauty-achtigs van kunnen maken. Dus bij deze testshoot dachten we, ja, witte achtergrond, want dat steekt mooi af tegen de zwarte lijnen en de felle kleuren. En hoe kunnen we dat vormgeven op een gezicht? Eigenlijk een creatieve uitdaging voor mijn make-up artiest. Ja, zeker. En wat ik me dan afvraag is, hoe maak je zo'n connectie dan van de schilder Mondriaan met de fotoshoot? Heb je misschien eerder iets van een shoot gezien waarbij het werk van een schilder gecombineerd werd in een fotoshoot? Of is dat gewoon jouw extreme creatieve brein waar dat gewoon omhoog komt? Nee hoor, ik heb absoluut eerder gezien dat de andere fotografen natuurlijk ook hun inspiratiebronnen vertelden. En schilders, ja, schilders is eigenlijk wat. Dat zijn de oude fotografen eigenlijk. Dat waren de portretmakers van vroeger. Dus ja, natuurlijk is daar heel veel inspiratie uit te halen. Ja. En ja, je kunt dat op heel veel verschillende manieren invullen. En een van de manieren waarop ik dat hier bijvoorbeeld gedaan heb, is eigenlijk kijk, oké, Mondriaan, als we nou gaan ontleden wat hij nou eigenlijk gedaan heeft, waar bestaat zijn werk nou eigenlijk uit? En ja, door dat te ontleden krijg je eigenlijk een puzzelstukje waar je dan weer je eigen shoot omheen kan gaan bouwen. Nou, en denk ook gelijk een goed voorbeeld van. Ook als je heel mooi werk van een andere fotograaf ziet, je hoeft dat niet direct één op één ja, te gaan kopiëren, bij wijze van spreken. Maar meer het idee van, hey, laten we het werk van een schilder gaan combineren met een fotoshoot. Welke schilders zijn er nog meer? Welke schilders inspireren mij? En op die manier ja, kun je verder gaan denken om te kijken hoe je het op je eigen manier natuurlijk kunt gaan toepassen. Absoluut, maar ook Ja. uit andere fotografen kun je inspiratie halen. Want kopiëren is natuurlijk niet de bedoeling, maar wanneer je een hele toffe foto ziet, kun je wel analyseren: oké, maar wat is nou het puzzelstukje waarom ik deze foto tof vind? Is het omdat er een jungle in de studio gebouwd is? Is het omdat de pose zo gaaf is? Of juist het licht? Of de drama met de kleuren? Wat is het onderdeel wat jij zo tof vindt? En dan kun je eigenlijk met dit puzzelstukje,
heel makkelijk zelf een shoot bij elkaar bedenken die op alle andere onderdelen niet op de eerste foto lijkt, maar waarbij je de creativiteit niet helemaal uit het niks hebt hoeven halen. Ja, ja, nou, heel leuk om te horen. Zo kwam ik ook nog een andere foto tegen. Dat was een foto waarbij crèmes op de wang gesmeerd waren. Zou je er iets meer over die shoot kunnen vertellen? Dat is echt wel meer richting een beauty cosmetica shoot. Dat is eigenlijk een product in actie. Wanneer je een beauty shoot doet voor bijvoorbeeld een crème, ja, dan kun je natuurlijk een model laten poseren met een potje. En je kunt een beetje die kant op denken. Maar je kunt ook het product in actie laten zien. En als het al helemaal opgesmeerd is, ja, dan is het natuurlijk verdwenen. Want dan heb je het over de hele huid verdeeld. Maar juist door een smeer over het gezicht te maken eigenlijk, kun je de textuur van het product laten zien. En ja, kun je er toch een interessant beeld van maken die toch even de aandacht trekt. Ja. Leuk om te horen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat zo'n type foto ja, heel interessant kan zijn voor de makers van zo'n product uiteindelijk. Ik bedoel, heel vaak in dit soort reclames wordt heel vaak het eindresultaat, zeg maar, of het beoogde eindresultaat weergegeven van gewoon een hele mooie gladde huid bijvoorbeeld. Maar ja, zoals je aangeeft, ja, een foto zoals dit, zeker met zo'n close-up, kan ook wat meer vertellen over het product, zoals de textuur. Dus ik denk dat je dat ook op een hele mooie manier hebt weergegeven. Dankjewel. Verder, ja, als ik naar jouw foto's kijk, wat mij heel erg opvalt, nou, je maakt gebruik van mooie modellen, in de make-up gezet en helemaal mooi gestyled. Hoe belangrijk is die styling? Enorm belangrijk. Wat ik al eerder zei, als een van de onderdelen niet goed matcht met een ander onderdeel, dan valt eigenlijk je hele shoot in het water. Dus ja, ieder puntje van styling is belangrijk. Dus ja, als je, ja, als het net niet matcht, dan is het gewoon net zonde. Dan kan je net wel een hele mooie foto hebben, maar trekt die toch niet zo de aandacht als wanneer alles echt klopt. Nee, inderdaad. Ja, waar vind je de juiste mensen, zoals een hair en make-up artist? Uiteindelijk ja, er zullen er verschillende zijn, de een ja, goed en de ander misschien zelfs beter. Ja, iemand die ook zo'n shoot zou willen gaan doen, ja, hoe kom je aan contacten? Waar vind je goede mensen? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Zeker wanneer je start met het genre, kom je er heel snel achter dat dat ook heel erg belangrijk is. Want dat scheelt je heel veel editwerk wanneer je een goede make-up artiest hebt, kan ik je vertellen. Ja, Facebook is vooral een heel goed medium. Ja, social media sowieso wel. Maar bij Facebook groepen kun je voor je testshoots eigenlijk heel makkelijk mensen vinden. Daar heb je gewoon speciale groepen voor eigenlijk. Vaak heten die TFP-shoots. Wanneer je dan een tof concept bedacht hebt, dan kun je daar een moodboard plaatsen. Gewoon met de oproep van, joh, is er iemand anders die dit een tof concept lijkt? En zullen we samenwerken? En ik raad je eigenlijk aan om vooral in het begin met zoveel mogelijk mensen samen te werken. Dan kom je er al heel snel achter dat je echt voorkeur gaat krijgen voor bepaalde teamleden. Maar ook teamleden tegenkomt waar je eigenlijk nooit meer mee wil samenwerken. En dat is ook heel nuttige informatie. Ja, kan ik me wat bij voorstellen. En Instagram is ook een hele goede trouwens. Zeker op dit moment natuurlijk het visuele medium. Dus kijk vooral eens op hashtag make-up artiest Rotterdam als je bijvoorbeeld in Rotterdam woont. Of ga gewoon eens kijken en ja, druk op DM-knop. En mensen reageren bijna altijd wel. Nou, dat is denk ik ook gelijk een hele goede en handige tip voor iedereen die op zoek is. Ja, vaak wordt de hair en make-up artist in één naam benoemd. Die zullen er ook zijn, die zowel haar als make-up verzorgen. Gaat dat altijd samen door de juiste of door dezelfde persoon? Of is dat ook iets wat heel goed gesplitst kan worden? Nee, dit wordt ook heel vaak gesplitst. Dat hangt echt van het concept af.
Zeker wanneer je meerdere modellen hebt, dan kan het soms echt heel erg lang duren als één iemand van iedereen het haar en make-up zou moeten doen. Dus op een gegeven moment is het gewoon handig om je team te vergroten. Dus zoek vooral ook af en toe eens als je een tof concept hebt naar een haarstylist. Want die kunnen vaak ook net iets beter of net iets grafischer haar maken dan een make-up artiest die alles kan. Al heb je ze er wel tussen zitten hoor. Ja. Maar ze hoeven dus zeker niet twee in één te zijn. Nee. Dus ja, in dat opzicht is het misschien juist wel interessant om het op te splitsen als je de juiste mensen daarvoor vindt en ook op het moment dat die goed samen kunnen werken, wat natuurlijk ook belangrijk is. Absoluut. Ja, en een team kan vrij groot worden. Want bijvoorbeeld voor een beautyshoot kan het zomaar zo zijn dat ik een stylist heb. Een haarstylist, daarnaast nog een make-up artiest, een nagelstylist, omdat de nagels natuurlijk ook groot in beeld komen bij dit soort shots. En ja, en mijn assistenten natuurlijk. Ja, het team kan behoorlijk groeien. Jazeker. Ja. Nou ja, je werkt dus met een heel groot team uiteindelijk samen, of tenminste, dat kan variëren van klein naar groot. Dat vergt de nodige voorbereiding. Ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd even soepel loopt. Je gaf net al aan dat als je veel experimenteert met verschillende mensen, dan kom je er soms ook achter dat je met sommige mensen niet meer samen wil werken. Is dat echt een kwestie van uitproberen en erachter komen? Ja. Voel je zoiets van tevoren al aan? Nou, soms voel je het van tevoren wel aan, maar vaak genoeg ook niet. En waar jij van tevoren af en toe kan denken, nou, dat is toch zo vanzelfsprekend, kan het zomaar zijn dat andere teamleden daar een heel ander idee over hebben. Dus ja, hoe meer je dit soort shoots doet, hoe meer je eigenlijk leert communiceren. Want dat is echt, als fotograaf ben je de manager van de shoot. Zijn er problemen? Komen ze naar jou toe. Zijn er vragen? Komen ze naar jou toe. Zit je niemand genoeg achter de broek? Dan weet je zeker dat je geen concept hebt op de dag van de shoot. Dat zijn allemaal dingen die je leert door te doen eigenlijk. Dus nou ja, het kost uiteindelijk tijd om dat te ondervinden, maar ja, het is wel waardevol uiteindelijk om dus met veel verschillende mensen samen te werken om gewoon een goed team uiteindelijk samen te stellen. Absoluut. En let Ja. er ook goed op dat je make-up artiest schone kwasten heeft. Dat Oké. is ook wel een hele belangrijke. Wanneer een Ja. make-up artiest vieze kwasten heeft, dan is de kans vrij groot dat je model ontstoken ogen krijgt. En dat wil je natuurlijk zeker in deze periode ten alle tijde voorkomen. Ja, een hele goede aanvullende tip. Op je Instagram zie ik ook dat je regelmatig samenwerkt met agencies voor een fotoshoot. Word je daarvoor benaderd of heb jij een leuk idee en denk je van ik ga een partij benaderen daarvoor om te kijken of ze daar interesse in hebben? Een beetje van beide eigenlijk. Af en toe word ik benaderd door modellenbureaus en dan vragen ze of ik met hun New Faces wil schieten. New Faces zijn modellen die net gecast zijn en eigenlijk nog geen sterk portfolio hebben. En die vinden het vaak leuk en interessant om mee te werken met jou op jouw testdagen eigenlijk. En soms benadert een model mij en blijkt ze bij een modellenbureau te zitten. En soms heb ik een heel tof concept en heb ik daar een bepaald idee van wie erbij zou passen. En dan neem ik contact op met het modellenbureau. Ja, dus af en toe is het ook gewoon goed om zelf actie te ondernemen, Ja. om te kijken wat er mogelijk is. En ja, soms komen ze naar je toe, dat is altijd makkelijk en fijn natuurlijk, maar ja, eigen initiatief te tonen kan denk ik geen kwaad in dit wereldje. Zeker, en hou ook vooral je ogen open voor mensen die niet per se gecast zijn als model. Want soms zijn er echt pareltjes te vinden die nog niet gecast zijn, maar die ontzettend goed op beeld overkomen. En ik denk dat het misschien juist leuk is Oh, zeker. om die pareltjes te ontdekken, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik heb wel met een paar mensen gefotografeerd die daarna gecast zijn door een modellenbureau. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk om dat achteraf te horen. Ja, heel gaaf om te horen inderdaad. Oké, nou ja, voorbereiding is bij beauty en fashion fotografie eigenlijk stap 1. Fotograferen is 2. Nou, dan heb je de foto's. En wat moet er dan nog bewerkt worden? Hoe belangrijk is fotobewerking bij dit type fotografie? Ja, ontzettend belangrijk natuurlijk. Het is
hoe je van een best wel prima shot eigenlijk een fantastisch shot kunt maken. Die stappen die zitten vooral in de nabewerking. En dan niet per se alleen in het retoucheren van de huid, maar ook in hoe manipuleer je de kleuren bijvoorbeeld achteraf. Door net een kleurtoon mee te geven, net zoals we bijvoorbeeld doen voor films, kun je echt je eigen stijl ontwikkelen en echt je eigen draai geven aan de foto, waardoor deze er nog meer uit komt te springen. Het ontdekken van zo'n eigen stijl, is dat iets wat gaandeweg ontstaat als het ware door te experimenteren? Of is dat ook weer iets waar je ergens inspiratie vandaan haalt uit misschien een hele andere wereld wat niet met fotografie te maken heeft? Het is een beetje van beide. Het is veel experimenteren. Verder is het handig om je een beetje te verdiepen in kleurentheorieën en hoe kleuren met elkaar kunnen samenwerken of juist absoluut niet met elkaar werken ook af en toe. En hou je vooral je ogen open, bijvoorbeeld wanneer je een film zit te kijken. Kijk goed, vaak wordt er wat blauw aan de schaduwen toegevoegd en zien de felle delen, zeker wanneer het donker zou moeten zijn in de scène, er oranje uit. Dus hou je ogen open voor kijken, hou je ogen open voor hoe anderen dat doen eigenlijk. En kijk wat je tof vindt en wat niet. Ja. Ik heb wel eens van iemand gehoord dat jij, als je met je foto's aan de slag gaat om te bewerken, dat je soms echt bewerking op bijna pixelniveau maakt. Heel veel fotografen die met bewerking bezig zijn, ze zoomen misschien wel een beetje in, naar 100 of 200, misschien wel 300%. Maar als je op pixelniveau werkt, dan zit je vaak nog wat verder ingezoomd. Wat voor type bewerkingen doe jij op dit gedetailleerde niveau? Wat voor mijn werk belangrijk is, is dat wanneer de klant eventueel heel ver inzoomt, dat er nog steeds poriën te zien zijn en haartjes te zien zijn. Dus dat betekent dat alle bewerkingen die gedaan moeten worden om bijvoorbeeld oneffenheden weg te werken, heel dicht bij de huid gedaan moeten worden om juist die andere textuur te bewaren. En dat kan zijn plekjes weghalen, kan zijn dodge and burn, tegenhouden en doordrukken. De kleurcorrectie heb je natuurlijk. Maar juist omdat je zo fijntjes aan het werk bent, daarom duurt het zo lang. Want de snelle blur over een huid geven, als ik de textuur niet had hoeven bewaren, dat zou mijn edit zoveel sneller kunnen maken. Nou, dus uiteindelijk zitten we behoorlijk wel wat werk en tijd in het bewerken van zo'n foto. Is er een gemiddelde duur die je kan aangeven of zit er heel veel variatie in tussen je foto's? Er zit wel heel veel variatie in tussen de foto's, maar een fashion shot duurt tussen een half uur en 2 uur om na te bewerken, afhankelijk van de foto. Maar een beauty shot, omdat je daar zo dicht op het gezicht zit, dat kan tussen de 2 en soms wel 5 uur duren per foto om na te bewerken. Ja. Heb je wel wat geduld voor nodig. Ja, maar alles om die textuur te behouden. Ja. Ja. En hoe zie je zelf dat proces? Kijk, uiteindelijk is het gewoon een heel lang proces natuurlijk. Ja, met voorbereiding, fotografie, fotobewerking. Nou, fotobewerking neemt dus best wel veel tijd in beslag. Zie je het stukje fotobewerking, heb je daar ook heel veel plezier in? Of zie je het meer als, uiteindelijk meer als een noodzaak, om het zo maar te noemen? Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik het leuker vond op het moment dat ik het nog aan het leren was. Want toen zat er wat meer uitdaging in. Het opschonen van de huid is niet per se mijn favoriete bezigheid, maar op mijn rechterscherm een serie aan en eigenlijk is dat ook wel prima. Maar dat laatste sausje waarin je gaat spelen met de kleuren aan het eind van de foto, dat is toch wel mijn favoriete gedeelte, want dan zie je een foto pas echt transformeren. Ja, leuk om te horen. Nou, uiteindelijk heb je een eindresultaat, heb je de foto's, dan is het leuk om dat op je website te zetten, op Instagram te plaatsen. Maar het allerleukste is natuurlijk op het moment dat zoiets gepubliceerd wordt in magazines. Je hebt al verschillende publicaties gehad. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, hoe dat tot stand gekomen is? Ben je daarvoor benaderd? Zijn die foto's achteraf pas afgenomen nadat die shoot gedaan was? Of waren ze al betrokken vanaf het begin? Vaak is het zo dat de foto's eerst gemaakt worden en dat je ze daarna instuurt naar een tijdschrift toe. Wel wanneer de foto's waarvan
dan wanneer het foto's zijn waarvan je zelf echt denkt, oké, dit zijn echt anders dan anders foto. Iets minder 13 in een dozijn foto's. Je hebt zelfs een speciaal platform. Ja, bijna een soort social media-achtig platform waar je je foto's kunt insturen. En dan krijg je heel snel antwoord, je bent geaccepteerd of deze shoot past toch niet in het exemplaar wat we nu aan het uitbrengen zijn. En dat is eigenlijk de makkelijke manier om een publicatie te bereiken. Maar een iets complexere manier die ook wel heel tof is, is wanneer je gewoon tijdschriften gaat benaderen eigenlijk. Gewoon de stoute schoenen aan, verkleinde fotootjes in een PDF zetten. En die opsturen naar editors van tijdschriften eigenlijk. En kijken of ze het interessant vindt, kijken of ze happen of niet. Ja, nadeel hiervan is wel dat je af en toe geen reactie hoort. Je hoort heel vaak geen reactie als ze het niet interessant vinden. Ook niet, nee dankjewel. Is wel handig om te weten. Ja, en zoek jij het e-mailadres op van die editor? Of ja, zoek jij op wie het is en benader je ze via Instagram bijvoorbeeld? Of gebruik je een algemeen e-mailadres in de hoop dat het bij de juiste persoon terechtkomt? Bij voorkeur natuurlijk de editor. En je zou eens kunnen kijken of je de editor van een tijdschrift bijvoorbeeld op LinkedIn zou kunnen vinden. Want daar staan meestal de functies. En ja, dan zoek je de naam van het tijdschrift en dan schrijf je de editor achter. En dan kijk je of er iemand omhoog komt of niet. Ja, en als je niks te horen krijgt, probeer je het later gewoon nog een keer opnieuw met nieuwe foto's bijvoorbeeld. Of is dat voor jou te pusherig? Altijd opnieuw blijven proberen. Als ze er zat van worden, dan zeggen ze het heus. Maar ja, en de foto's die dan, waarvan je dan niet gehoord hebt, het kan zijn dat het gewoon niet in dat ene tijdschrift past. Dus stuur die vooral door naar een volgend tijdschrift. Maar let er wel op dat zolang jouw foto's nog niet gepubliceerd zijn door een eventueel tijdschrift, dat je de foto's zelf ook nog niet online mag zetten. En dat is af en toe best lastig, want soms heb je een hele vette shoot waarvan je al echt heel graag de resultaten wil laten zien. Maar moeten de foto's exclusief blijven tot op het moment dat het tijdschrift daadwerkelijk gepubliceerd is? Dus ja. Dat vergt geduld van je hele team. Maar het kan het waard zijn, zeker. Ja, kan ik goed begrijpen. En net gaf je aan dat ja, een laagdrempelige manier om gepubliceerd te worden. Je had het over een soort van social media platform om foto's in te sturen of iets dergelijks. Ja, wat is de naam daarvan? Caviar. Caviar. Okay. Dat gaat echt om fashion en beauty vooral. Beetje lifestyle, beetje boudoir ook wel. Maar dat is eigenlijk vrij laagdrempelig. En ja, het is niet per se social media, maar het voelt een beetje als. En je kunt je teamleden daar ook taggen. Voordeel daarvan is dat ze zelf, wanneer ze een mailtje krijgen, hun credits kunnen controleren. Zodat je zeker weet dat je in hun Instagram naam bijvoorbeeld geen spelfout gemaakt hebt. Of in hun eigen naam nog erger. Dus eigenlijk best wel een handig platform. Ja, kan ik me iets bij voorstellen inderdaad. Oké, nou, iedereen die naar het interview zit te kijken en het idee heeft van, ja, dit wil ik ook. Heb jij een tip voor die mensen? Waar moeten ze beginnen? Begin vooral eens met kijken wat je leuk vindt. Heb je een fotograaf waar je naar de tegenop kijkt? Heb je foto's gezien waarvan je denkt, oh, zoiets zou ik ook willen doen? En ga gewoon testshoots plannen, waarin je via Facebook bijvoorbeeld een oproepje plaatst om het team bij elkaar te krijgen. En vooral heel veel shooten. En ja, let er wel op dat wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar fotografen die je heel goed vindt, dat je jezelf er niet mee gaat vergelijken. Dat is een valkuil waardoor je gedemotiveerd kan raken. Maar zie het echt als inspiratie en als daar wil ik naartoe groeien. En wanneer je dan testshoot gedaan hebt, ja, het zal vanzelf gaan groeien. Je teamleden zullen wisselen. Probeer dan eens een tijdschrift te benaderen of stuur het in via die caviar-site die ik net noemde. En ja, heb er gewoon heel veel plezier mee ook. Andere route waardoor je veel kan leren is probeer een beauty of fashion fotograaf te assisteren. Dat betekent dat jij eigenlijk ja, hulp bent op set. Wanneer zij een shoot hebben, kan een testshoot zijn. Maar dat kan ook een betaalde shoot zijn, wat het ook is. Je krijgt eigenlijk een kijkje achter de schermen en in het hoofd van
desbetreffende fotograaf, waardoor je eigenlijk ook heel snel kunt leren. Dat zijn eigenlijk mijn tips als je dit zou willen gaan doen. Nou, ik denk hele goede tips om daarmee aan de slag te gaan. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb, wat ik jou had moeten vragen? Of hebben we alles een beetje wel gehad? Ja, ik denk dat we het allemaal wel een beetje gehad hebben. Ja. Okay. Maar weet in ieder geval dat je geen fotovakschool hoeft te doen om deze tak van fotografie te gaan doen. Nou, ik denk dat dat ook een goede tip is, inderdaad. Sowieso, als je fotograaf wilt worden, denk ik, uiteindelijk gaat het om de foto's die je maakt. Ja. Daar beoordelen de mensen je op. Of je dat met of zonder opleiding hebt gedaan, dat maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit, denk ik. Dus er is niemand die gaat vragen van, laat jij je papiertje eens zien. Dus ik denk dat het vooral, inderdaad is wat jij ook net aangaf. Zoek fotografen op waar je tegenop kijkt. Dat kan een mooi doel zijn om naartoe te werken. En heel veel oefenen natuurlijk om uiteindelijk richting dat doel toe te werken. En cursussen en workshops kunnen ontzettend goed helpen. Zeker. Ja. En ja, zeker wanneer je zelf al weet welke richting je op wil, scheelt het gewoon dat je niet een alles cursus of opleiding doet. Maar omdat je al weet waar je heen wilt, kun je echt heel snel gaan specialiseren. En cursussen en workshops helpen daar ook ontzettend goed bij. Ja, want hoe lang geleden ben jij begonnen met fotografie? Eigenlijk nu 3 jaar geleden. Ja, nou, wat dat betreft is het nog niet heel lang geleden. Als je ziet op wat voor niveau je nu ziet, ziet er echt schitterend en heel professioneel uit. Dus ik denk dat dat wel heel goed laat zien hoe snel je iets onder de knie kan krijgen. Zeker ook als je direct of heel snel een bepaalde richting op wilt gaan. Zeker. En ik had het geluk dat ik heel snel wist wat ik wilde. En ik had het geluk dat de fotografen waar ik ontzettend tegenop kijk, mij eigenlijk nu al 1,5 jaar regelmatig helpt met mijn fotografie. En ik heb ontzettend veel van haar kunnen leren. Dus ja, dat is echt wel mijn geluk geweest ook, hoor. Ja, nee, je mag de naam best wel noemen. Want dat is Lindsay Adler. Een hele bekende fotografe. Ja, als je van dit soort foto's houdt, zoek vooral Lindsay Adler op. Hele toffe fotografe uit New York. Wordt vaak genoemd als zijnde de top 10 fashionfotografen van de wereld. Daar staat ze in. En haar stijl is fenomenaal. Ja. Nou, ik denk dat het een mooie afsluiter is voor dit interview. Ik wil je bedanken voor je tijd. En hopelijk kunnen hier heel veel fotografen mee geïnspireerd worden. Ik hoop het ook. En ontzettend bedankt voor het uitnodigen. Ja, geen dank en heel veel succes met de fotografie. Dankjewel.